De gevaarlijke rotonde in Nijmegen-West moet een naam krijgen, vond een buurtbewoner. De gemeente stemt hier nu mee in. Het is een gevaarlijk verkeersknooppunt waar al menig ongelukken zijn gebeurd. De rotonde in Nijmegen tussen de Marialaan en Industrieweg in Oud-West. Tot nu toe had deze rotonde geen naam en daar moest verandering in komen, liet buurtbewoner Rob Essers eerder dit jaar al weten. Zijn strijd is inmiddels gestreden, want woensdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met zijn naamvoorstel. Eigenlijk is iedere rotonde zonder naam, dat is heel lastig in de praktijk. Ik bedoel, als er een ongeluk gebeurt, waar moet je naartoe? Bovendien doet zich de rare situatie voor dat deze rotonde in feite nog de namen heeft die wegen hadden voordat de rotonde werd aangelegd. En dat blijkt dan, als je kijkt in het Nationaal Wegenbestand, dan blijkt deze rotonde 5 verschillende namen te hebben. 22 stukjes wegvak met 5 namen, waarvan er 4 door de gemeente zijn vastgesteld. En dan zijn er nog wat reststukjes, die heten gewoon fietspad. Tijdens de raadsvergadering van 29 november heeft het college van bestuur een besluit genomen over deze naamloze rotonde in Oud-West. De rotonde heeft sinds vandaag de naam Vredeburgplein. Een toepasselijke naam, aldus Rob Essers. De naam past bij de locatie van de rotonde, omdat deze op een deel van de voormalige buitenplaats Vredeburg ligt. Deze buitenplaats bestond in de 18e en 19e eeuw. De officiële omdoping van de rotonde laat nog even op zich wachten. De gemeente laat alvast het volgende weten. Deze naam past perfect bij deze locatie. De rotonde ligt op een deel van de voormalige buitenplaats Vredeburg die bestond in de 18e en 19e eeuw. Waarschijnlijk stond hier vroeger een landhuis of boerderij met een aangelegd landgoed eromheen. Historische straatnamen zijn herinneringen aan het verleden en weerspiegelen de geschiedenis van onze stad. Als wethouder erfgoed ben ik trots dat we op deze manier de historische identiteit van Nijmegen kunnen doorgeven aan volgende generaties. Aldus wethouder erfgoed Tobias van Elferen. Extinction Rebellion heeft gisteravond op verschillende plekken in Nijmegen nepreclames opgehangen van Shell. De actiegroep bekritiseert op deze manier een recente reclamecampagne van een bedrijf waarin ze beweren groen en duurzaam te zijn. Op 11 plekken in de stad zijn deze nepreclames te zien. Het is een landelijke actie, dus gisteravond zijn op heel veel plaatsen in Nederland heel veel posters vervangen door deze poster. Omdat Shell zich de afgelopen tijd in een campagne van een groen imago heeft proberen te voorzien. En door allerlei posters op te hangen waardoor het lijkt alsof zij heel erg met schone energie bezig zijn. En wij hebben dat uitgezocht en dat blijkt gewoon helemaal niet waar. Shell besteedt eigenlijk jaarlijks meer aan reclame voor de zogenaamde schone energie dan aan de echte schone energie zelf. Twaalf jaar cel en TBS met dwangverpleging wordt er opgelegd voor Oscar de R. De R bracht in maart 2023 zijn ex-vriendin om het leven aan de Graafseweg in Nijmegen. 2 weken geleden eiste de rechtbank al 12 jaar cel met TBS. Volgens het OM waren er geen bewijzen voor moord, enkel voor doodslag. De R moet ook 2 schadevergoedingen betalen. €17.500 aan de moeder van het slachtoffer en €70.000 aan zijn dochter, die het hele incident heeft zien gebeuren en daardoor haar heel leven in therapie zou moeten. De noodopvang voor asielzoekers in Malden blijft langer bestaan. Het gaat het COA niet lukken om voor 1 december voor honderden asielzoekers een andere plek te regelen. De gemeente Heumen laat aan de Gelderlander weten dat ze niet blij zijn met deze situatie. Volgens een woordvoerder zitten er momenteel nog zo'n 640 asielzoekers in de noodopvang. Deze worden in delen verhuisd naar andere opvang. De intentie is om voor 31 januari klaar te zijn. De Radboud Universiteit is geteisterd door meerdere diefstallen. Op de campus is voor zeker tienduizenden euro's aan elektrische apparatuur buitgemaakt. Ook is woensdag het nabijgelegen ziekenhuis, het Radboud UMC, aan diefstal ten prooi gevallen. Een deel van de gestolen spullen is al teruggevonden op Marktplaats. Of het om armzalige audiofiele studenten gaat of om een georganiseerde dievenbende is nog niet duidelijk. Er is nog niemand op heterdaad betrapt.
Orange the World is een wereldwijde actie waarmee aandacht wordt gevraagd voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur oranje staat centraal in deze campagne en daarom worden wereldwijd gebouwen oranje uitgelicht. De actie is 25 november van start gegaan op Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De actie is op dit moment halverwege. Hij loopt namelijk tot 10 december, de dag van de rechten van de mens. Wij doen al een aantal jaar mee met Orange the World. Dat vinden we als gemeente Beuningen en onze ook raadsleden heel belangrijk om aandacht te geven aan geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland, maar in de hele wereld. Dus daarom doen wij daaraan mee. Nou, wij doen dat niet alleen, hè. Wij doen dat met de Zorg Optimisten Club en allerlei mensen uit de samenleving. De kerk die licht de kerk bijvoorbeeld uit en de molen doen ze zelf. Wij lichten het gemeentehuis uit als gemeente Oranje. We hijsen de vlag zometeen. En dat is symboliek, hè, om aan te geven dat wij erachter staan, dat er aandacht is voor de positie van vrouwen en meisjes in de hele wereld. Want je ziet nu ook door alle oorlogen dat heel vaak oude mensen, kinderen en vrouwen de dupe zijn. En dat er nog steeds heel veel geweld is tegen vrouwen en meisjes, ook zelfs in Nederland. Dus we vinden het belangrijk om elk jaar daar een paar weken aan mee te doen om daar aandacht aan te geven. De actie is in gang gezet door de Zorro Optimisten Club. Een vereniging die zich inzet voor de rechten en de positie van vrouwen wereldwijd. Ja, de Zorro Optimisten Club is een soort club of vereniging, stichting van vrouwen, de Zorro Optimisten Club, die dit soort thema's ter harte nemen. En die zijn eigenlijk degene die begonnen zijn in Beuningen en Wijchen en Druten om hier aandacht voor te vragen. En die zijn in gesprek gekomen ook met de gemeente. Dan kunnen we dit samen oppakken en dat doen we nu al een paar jaar samen. Het gemeentehuis in Beuningen hijst de vlag om deze actie te steunen. Ja, de vlag is ook dat iedereen kan zien, hè, dat nu de Orange the World weken er zijn om daar aandacht voor te vragen. En dat is ook een symboliek, hè, de vlag hijsen om daar aandacht voor te vragen. Je hebt ook een vredesvlag, hè, en op de regenboogdag doe je de regenboogvlag. Dus het geeft iets aan voor het gemeentehuis om daar ook aandacht voor te vragen. Oranje staat dus centraal in deze campagne. Deze kleur staat voor de zonsopgang, een symbool voor de dageraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen. Nou, daar heb je gewoon lampen voor, hè? En daar kan je het zo uitlichten. Maar het gaat eigenlijk niet om de kleur. Hè? Oranje staat voor, hè, dat geweld tegen vrouwen en meisjes. Maar wat je ermee wil laten zien eigenlijk in de hele gemeente, en deze acties in heel Nederland trouwens, dat wij aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes en voor de positie van vrouwen en meisjes in Nederland, maar over de hele wereld. Wat je er eigenlijk mee wil zeggen is dat wij vinden dat dat moet stoppen, geweld tegen vrouwen en meisjes. Vaak hebben vrouwen en meisjes nog achtergestelde positie in de samenleving. En wij willen dat iedereen gelijkwaardig is in Nederland en eigenlijk in de hele wereld. Maar dat is best lastig. Het was vandaag opnieuw een frisse dag die deels grijs verliep, maar ook ruimte bood voor de zon. Het bleef daarbij wel droog en dat weerbeeld houdt de komende dagen nog even aan. Morgen belooft het opnieuw een droog en vrij zonnige dag te worden. Wel is het weer aan de koude kant met vannacht enkele graden vorst en morgen overdag blijft het kwik rond het vriespunt steken. In het weekend blijft het ook grotendeels droog. In de nachten houden we met vorst te maken en overdag varieert de temperatuur tussen de 0 en 2 graden. In de loop van de zondag kan er lokaal winterse buien ontstaan. Hoe het weer in de nieuwe week uit gaat zien blijft voor nu nog even onzeker. Tot zover het RN7 regio nieuws van donderdag 30 november. Het laatste nieuws vind je natuurlijk elk moment van de dag op rn7.nl en daar zijn momenteel ook enkele vacatures te vinden. Mocht je ons team dus willen versterken, neem dan zeker even een kijkje. Morgen zijn we bij je terug, dus graag tot dan.